We hebben het aanvalsplan Grutto overhandigd. Dat is een plan om eigenlijk de Grutto weer een kans te geven te herstellen. Niet alleen de Grutto, de Grutto is symbool voor de weidevogels in Nederland. Nou, de Grutto is de nationale vogel en het is een heel lief beestje. Maar het is vooral nu zaak om de slimme combinaties te maken. Het is heel leuk dat deze weidevogels hebben boeren nodig. Ja. Het is ook een prachtig symbool voor dit ministerie. De Grutto en die andere weidevogels kunnen niet zonder boeren. Nog sterker, als je dat gas niet een beetje netjes onderhoudt, dan heeft die Grutto er niks aan. Dus die heeft echt goed bewerkt land nodig, maar dan wel op de goede manier. Dan moet je die boeren dus zover krijgen dat ze op veel serieuzere schaal dan nu al die sprong maken. Dus kunnen we de waterschapslast naar beneden laten gaan? Kunnen we de beheersvergoedingen naar boven laten gaan? Kunnen we melkgeld naar boven laten gaan? Omdat de consument bereid is meer te betalen via die zuivelketen. Als je dat lukt, dan gaat die boer, als dit allemaal lukt wat in het plan staat, gaat die boer 20.000-25.000 euro vooruit. Dan wordt hij in die van zijn eigen portemonnee als hij niet gaat nadenken. En er is één ding met boeren heb ik geleerd, ze kunnen ontzettend goed rekenen. Nou, prima. Grutto is toch het symbool, denk ik, in Nederland voor hoe we ook juist boeren en natuur kunnen verenigen met elkaar. En daarom willen wij ook heel graag ons steentje bijdragen. Juist om te zorgen dat die Grutto gewoon die plek houdt die hij nodig heeft. En wat mij betreft mogen er ook wel een paar meer bij.